Ik wil jullie hartelijk danken voor de steun die jullie aan mijn team hebben gegeven. Ik feliciteer jullie met de promotie en ik wens jullie veel succes voor het seizoen. Ja, ben je déjà vu, hè? Heb je natuurlijk in 93 mogen staan, maar dit is echt geweldig. Maar vooral gisteravond was geweldig. En ja, jullie hebben het heel spannend gemaakt. En is daarom de ontlading misschien nog groter? Ja, blijkbaar moet dat zo gaan. Weet je niet, we kunnen nooit normaal iets halen. En 4-0 achterkomen gisteren, dat heeft zo moeten zijn. Ja, ik ben God voor gisteren 30 jaar ouder geworden het laatste half uur. Echt nergens over. We hebben een hele goede ploeg, een hele hechte groep. En ik denk als we zo doorgaan, dat we wel kans maken om sowieso onze goede kant te laten zien. Wat we in de play-offs hebben laten zien. Ik denk dat we dat ook heel goed kunnen laten zien in de Eredivisie. Zo lang mogelijk. Natuurlijk willen we in de Eredivisie blijven. En als dat goed gaat, wil je natuurlijk ook voor Europees voetbal en al dat andere spelen. Maar nu is het belangrijk voor ons dat we in de Eredivisie blijven en daar onszelf kunnen laten zien. Ja, het is gewoon geweldig om dit mee te maken met je vrienden en iedereen. En zelf natuurlijk is het net niet gelukt, finale verloren. En dan nu zeg maar zo meemaken dat het wel lukt. En gewoon wat je ziet dat het met de stad doet, is gewoon geweldig. Ik moet hier zo even zijn en dan gewoon tussen de mensen en gewoon lekker genieten. En van dit soort momentje moet je ook genieten, want dit is niet elk jaar. Ja, fantastisch, echt. Ik stond in het midden, helemaal achterin, maar echt, ik heb alles meegekregen. Maar ook alle supporters, alle liederen, de rook. Ja, dit is onbeschrijfelijk gewoon. Als je 7 jaar geleden terugkijkt en dat vergelijkt met nu. Ja, dit is gewoon 3 keer zoveel als toen. En ja, dit is gewoon niet normaal. Samme, dit is het mooiste cadeau wat je ever kan krijgen. Dat NAC promoveert. 3 juni, jarig, op de Grote Markt. Ik zei van, nou weet je wat, als iedereen mijn verjaardag wil vieren, trek een geel shirt aan en kom naar de markt. Dan gaat het helemaal top worden. Heb je überhaupt wel eens een verjaardag cadeau gehad wat hierbij in de buurt kwam? Nu een biertje, maar ook een mooi altijd goed shirt van NAC weer, van mijn vriendin. Ja, weet je, dit is het mooiste wat je ooit kan meemaken. Ja, kijk, ik heb natuurlijk ook een bak stront over me heen gehad de afgelopen weken, maar dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb een dikke huid. Het gaat om de club en niet om mij. Kijk, wat ik echt geweldig vond, is, kijk, het hele seizoen was kut. Alleen vanaf de eerste play-off wedstrijd, de sfeer in het stadion, was echt niet normaal. Ja, maar kijk, dit is NAC. Het is gewoon altijd een bende. Nu staan we er weer en nu moeten we gewoon een goede basis gaan leggen om in de Eredivisie te blijven. Hartstikke blij, maar er moet nog heel veel werk verricht worden, dat weet ik ook wel.